Après 5 minutes, on peut. L'occasion de Jürgen et mon occasion, ça peut être 10 euros déjà, mais malheureusement, ça ne va pas au fond. C'est le football. Bon. We komen heel goed uit de blokken. De enige dat er moet verbeteren is die scherpte voor goal. En, ik zeg, doelpunten bepalen elke wedstrijd. En de sneller dat je scoort, de gemakkelijker je gaat voelen. En ja, de beter die wedstrijd kan aflopen. Yeah, we train on free kicks. But when we have players like Kazim, we have Van Damme, all big players who, if you put a ball in a good area, you know they're going to get on the end of it. So it makes our job a lot easier. You know, I learned one thing in Dutch, groot hoofd. Van Damme's got a big head, so I knew as long as I put the ball in a good area, he's going to get on the end of it and score, which is what he did. Ja, voor hetzelfde geld, ik denk dat was een goal van de maand. In België, maar ja, kun je alles hebben en ik ben daar niet kwaad over. Ik ben gewoon blij, ik heb dat bijna gedaan. En ik zeg hopelijk vrijdag gaat dat wel lukken. Hunker je echt naar de eerste goal? Ja, het is lang geleden. Het is al toch mijn laatste wedstrijd van vorig seizoen. Sinds mijn laatste doelpunt. Dus ik denk elke doelpunt ga je vertrouwen terug groeien. En dan ga ik me veel beter in mijn vel voelen. Ouais, j'ai beaucoup de chances pour marquer, malheureusement ça ne va pas au fond. Bon, je pense que je dois encore travailler pour que ça aille au fond. Donc, parce que en 3 mois j'ai 6 occasions, donc chaque match j'ai au moins une occasion. Donc, oui, c'est un beau but. J'ai vu Kassim Doumbia récupérer le ballon. Et donc je fais un appel en profondeur, il m'envoie le ballon. Puis je fais un bon enchaînement, contrôle poitrine et une frappe croisée qui va dans le but. Dès que je contrôle le ballon, je sais que en ce moment la défense de visée est en train de remonter. Donc j'ai vu Seoudi partir du milieu du terrain. Donc j'ai donné le ballon dans le dos des défenseurs. Donc, ja, het was geen schone wedstrijd, maar zoals gezegd, 3 punten is het belangrijkste. Ik denk, als je de laatste 2 weken moet bekijken, heel goed gespeeld op Eupen. We moesten verdiend zeker een punt halen, misschien ook winnen. Haalt je niks en dan speelt je een slechte wedstrijd tegen wie zij en dan wint je. Op eind van het seizoen, ik zou liever 10 slechte matchen spelen, maar al die mal winnen en dan zit je wat verder. Very big game. It's going to be a lot different with the atmosphere and the rivalry. But again, we hope to get the 3 points like every game we go in to win. But it's going to be a very difficult game. Het gaat een moeilijke wedstrijd zijn. Het is natuurlijk op verplaatsing. Ze hebben veel publiek achter, dus we hopen dat de Beveren supporters ook massaal gaan aanwezig zijn. Omdat we hebben onze 11e man nodig, 12e man nodig op verplaatsing. En ja, als die ons kunnen steunen en we kunnen een beetje stunten in de eerste 10, 15 minuten, dan kan het goed voor ons aflopen. Ja. 2-0 tegen Vizé, dat is goed, hè. Misschien niet de beste match, maar we hebben toch gewonnen. 3 punten is al belangrijk. Nu de vrijdag moeten we naar Antwerpen. Dat gaat een serieuze wedstrijd worden, hè. Maar we zijn er klaar voor. Ik heb misschien gezien dat ik er vorige week niet was. Ik
was van skiën. Je ziet het wel een beetje, hè. Een bruine tint aan het krijgen, hè. Ja, natuurlijk, ja, wat last in mijn rug. Je skiën. Het zijn niet zo'n kraken, hè. Het is een paar keer goed over kop gegaan. En ik ga eens kijken bij de kinesistenpraktijk van de kinesisten van Waasland-Beveren. Dat ze mensen niet kunnen helpen. Gestart als mijn praktijk, ondertussen uitgegroeid tot een groepspraktijk van 7 kinesisten. Dus ik denk dat we mogen spreken over al een vrij grote kinepraktijk. En dus ik denk dat de naam wel goed de lading dekt. Dus wij proberen heel veel door middel van oefeningen mensen beter te maken. Dus vooral op langere termijn. Dus we proberen niet alleen op alleen de symptomen pijn, bijvoorbeeld pijn te gaan behandelen, maar echt proberen mensen op langere termijn in betere conditie te krijgen. Maar zeg, dat is hier chic, hè? En echt gras en al. Moet eens kijken waar de Sven zit. Dag Sven, stoor ik? Zijn er geen naakte dames? Nee, oké. Okay. Ja, maar dat is belangrijk, hè, dat ik toch hier niet... Dag Sven, alles goed? Ja, alles goed. Wat zit je juist aan het doen op dat moment? Ja, wel, ik ben Evelien haar achillepees een beetje aan het doen genezen. Is een beetje kapot? Niet kapot, maar zit er wel last van met volleyballen. Dus. Zeg Sven, jij bent ook een kinesist voor Waasland-Beveren. Onder andere, ja. Is er ook veel werk voor veel achillespezen? Achillepezen voor het moment niet. We hebben twee knieën voor het moment. Waarom? Ik ook. Ja? Ja, maar we hebben Didier en Spence die dat we aan het sukkelen zijn met hun knieën. Ja. En voor de rest, zo wat de kleine kwalkes. Ja. Iedereen blijkt topfit te zijn voor de derby tegen Antwerpen. Dus het zal nodig zijn, hè? Ja. En dan gooide je die mannen sowieso wel los. Onder andere. Recht zetten. Ja. Zeg, ik ga nog rustig laten voortdoen en ik ga nog eens kijken. Ja. Lena hangt hier ook ergens rond? Die loopt hier ook ergens rond. Dan gaan we eens zoeken, hè? Nog veel succes met de Achillespees, jonge dame. Ik ben afgestudeerd in 1996 als kinesitherapeut. En dan, ik heb eigenlijk zelf nog gevoetbald, dus ik wou eigenlijk altijd starten in het voetbal. Was ook mijn aantal, ik hoopte natuurlijk op hoger niveau te kunnen starten als jonge kine. En toen kreeg ik het aanbod van Red Star Haasdonk. Zij zochten een nieuwe ploegkinesist. En voor mij leek dat wel een ideale start om te combineren met mijn praktijk. Dus ik ben eigenlijk sinds... Ik denk begin 1997 aangesloten bij Red Star Haasdonk. En zo mee overgegaan in Red Star Waasland en uiteindelijk Waasland-Beveren. Zeg Leen, moet ik mij dan ook volledig uitkleden? Want Joachim die zei dat als hij bij jou praktijk moet komen, moet hij al zijn kleren uitdoen. Ik denk dat de Joachim daarin redelijk fout is. De Joachim zou dat willen, maar hij doet dat niet. Ah, oké, dus ik mag mijn kleren aanhouden, of wat? Mijn kleren aanhouden, ja. Oh, wat is dat hier allemaal, zeg? Dat is hier precies een SM-bank. Dat zeggen er nog wel serieus? Mensen. Ja, ja, toch wel. Maar het heeft iets andere doeleinden. Ik moet u ontgoochelen. Ah. We gaan het iets professioneler houden. Gewoon mij toch geen zier doen alleen, want ik heb al genoeg last met mijn rug. Wat moet ik met mijn voeten doen? Eén been hier in dat doorlijn. Eén been? Ja. Ja. Oh, ik voel het nu al. Oh, wil het goed, hè? Amai. Oh. Carlo, we gaan een keer testen hoe zwak dat je bent. Ja, ja. Het moeilijk is dat je met je been in het touw drukt en dat je poep omhoog hebt. En ik ga kijken wat je zwak is gaan. Dus ik moet mijn poep omhoog even, hè. Zet dat dan maar een half meter achteruit, want dat die omhoog gaat. Ik kan al verzekeren, er zijn al veel kwetsuren mee gebeurd. En niet alleen bij mij, hè. Oké? Okay? Ik zet weg, hè. Oh, dat, amai. Dat valt nog mee, hè? Ja, zakken. Niet vals spelen, hè, Karel? Zeg, aan het vals spelen? Ja, je bent nu zwart, dus ontwijs. Zie mij direct deur, hè? Ze zie ik het direct. Hè. Ja, terug omhoog. Zeg Leen, in ieder geval bedankt. Ik voel me wel al beter in mijn rug. Ja, dat moet ik wel zeggen. Maar
Doe je dus zo'n truc nu ook bij de speler van Waasland Deveren? Uiteraard, dat is heel vaak nodig. Hè. Zijn er zo, ik kan het me voorstellen, er zijn wel wat macho's bij die voetballers. Hè? Heb je daar niet te veel last van? Het valt redelijk mee. Als vrouw in die mannenwereld. Ja, maar ik heb er eigenlijk weinig last van. Af en toe wel wat moppen en zo, maar ik kan ze redelijk goed verdragen. Dus, Wie is dan betantste? Ja, ik denk dat een makkelijke vraag is. Joachim van Damme, uiteraard. Ja, het is wel wat sympathieken, hè? Het is een patheken, ja. Het is zeker degene met de strafste uitspraken en met het hoogste libido-gehalte, laat ons zo zeggen. Dus daar moet ik wel het een en het ander wat verdragen. Ja, maar ik kan het me perfect voorstellen eigenlijk, dat wel inderdaad. De Joachim, het is wel wat een kadee, ja. Ik ben veel gewoon, dus. Ah, oh, voilà, dat is heel laat. Zeg, die nieuwe praktijk, het is hier wel chic, hè. Je hebt er zelfs gras in de praktijk en zo. Allee, dat is wel de moeite, hè. Ja, ideaal. We zijn 2 weken verhuisd nu en het is hier heel, heel leuk werken. Ja. Veel ruimte, veel grote behandelruimtes en inderdaad met kunstgras voor onze functionele training is dat heel mooi voor. Een specifieke training op kunstgras? Ja. Of dat? Ja, het is echt de bedoeling dat we daar ook functionele oefeningen geven, loopgerichte oefeningen kunnen geven, dat we daar sprongoefeningen kunnen geven. Dus zodanig dat de overgang van het revalideren of het herstel naar het terugkeren op het plein een beetje geoptimaliseerd wordt. Hè. Er is over nagedacht, hè? Er is over nagedacht, vooral door de David, denk ik. Maar, Leen, ik ga u niet langer ophouden. Ik dank u van harte voor mijn rug volledig terug fit te maken. Perfect. En dan kan ik er terug vliegen en ik ga nu hetzelfde laten doen. Hè. Ideaal. Heel bedankt. Goed. Merci. Yo. Salutjes. Strafspul, hè. Voor mij is het denk ik heel leuk om te zien dat we kunnen zien hoe de club gegroeid is. Van in 1997 was dat gewoon zondag aanwezig zijn op de wedstrijden. En dus nu is eigenlijk ons takenpakket bestaat uit elke training zijn we er voor, tijdens en na de training. Dus wij begeleiden de gekwetsten. Wanneer de gekwetsten terug het veld op kunnen, gaan wij de revalidatie op het veld doen. En als ook, wij begeleiden ook de jeugd, dus zowel op Puijenbeke als hier in Beveren. En wij begeleiden ook de meisjes van de voormalige Sinai Girls. Dus het is wel al een vrij breed takenpakket geworden. Oh, chique praktijk hier, zeg. En mijn rug, dat is dik in orde. Hè. Ik ga het buiten wat salto's maken, maar hiervoor is nog even tijd voor de geselecteerde van de goal van de maand. Kijken jullie mee.